Belgium. The Belgian chef will enter the International Global Chef's Challenge. Het verhaal dat we willen vertellen in Masté is eigenlijk het verhaal van de hygge-cultuur. Hygge-cultuur voor mij betekent buiten het eten, fermenteren, drogen, noem maar op, ook het duurzame. Betekent dat ook gezelligheid, met familie, met vrienden, gezelligheden, kwalitatief en een leuke, aangename sfeer. Ik doe mee aan kookwedstrijden om mezelf te verrijken. Ik heb nooit voor grote huizen gewerkt, 2 sterren, 3 sterren, nooit gedaan. Maar ik wou toch weten waar ik stond. Wat mijn kunnen was op wedstrijden, kom je andere mensen tegen, leer je nieuwe technieken, net om dat niveau iets hoger te leggen, ook in het restaurant. Kookwedstrijden zijn vaak hectisch. Het voordeel in de competities is wel dat ik heel kalm ben. Ik focus mij alleen op mijn werk. Het blijft een wedstrijd, maar alles mag met een college Zuid genomen worden. Het is maar een wedstrijd. Ik ben meer een persoon die voor kwaliteit gaat, voor de pure en niet de massaproductie. Een Michelinster is voor ons niet echt een ultimatum. Als ze komt, dan komt ze. Dan zullen we ze met beide handen omarmen. Maar als ze niet komt, dan is het zo. Er zit geen druk achter. De afgelopen jaren hebben we al een heel mooi parcours gedaan met alle wedstrijden van dien, maar ook met de zaak. De wedstrijd die we nu voor ogen hebben is Bocuse d'Or, dat we daar toch een podiumplaats behalen. Maar het doel voor ogen is nog altijd lekker eten maken voor iedereen.